Op deze, nou, toch wel aardig heldere avond ben ik naar een van mijn twee favoriete nachtfotografie-stekjes gereden. Mijn eerste stekje is Lauwersoog en de tweede, daar ben ik nu, is Smalle E, een dorpje in de buurt van Drachten. Als je Smalle E doorrijdt, heb je één lange weg en eigenlijk geen last van lichtvervuiling. Ik ga mijn spullen even uit de kofferbak pakken en dan ga ik alles opbouwen. Het idee is om mijn auto op poten te zetten en daarachter langs met kerstverlichting rondjes te lopen. En dan hopelijk nog wat sterren erbij. Het klinkt heel raar, maar als je het eindresultaat ziet, dan snap je wat ik bedoel. Ik ga eerst even alles opbouwen. Over de basis van nachtfotografie heb ik al een video gemaakt. Die zal ik hier boven wel ergens neerzetten. Eigenlijk gebruik ik redelijk dezelfde instellingen. Ik heb mijn camera op statief gezet. Ik zet de stabilisatie uit. Instellingen. Ik gok in verband met de sterren dat ik op ISO 2500, F4. En dan zo'n 15 seconden ga ik eerst proberen. Ik zal de camera instellen. Ik zal even scherp stellen. En dan kom ik bij jullie terug. Ondertussen heb ik mijn kerstversiering die we hebben bijgepakt. Er zijn een aantal ledjes op batterijen. In dit geval zijn het gekleurde, maar in principe maakt dat niks uit voor het effect. Het mooiste is wel als het een streng is. En dat is het. Ik ga het lampje even uitdoen, want ik zie nu niet waar ik loop. En dan gaan we de foto maken. Misschien dat je het hebt kunnen zien op deze camera hoe het ongeveer ging, maar het komt er eigenlijk om neer dat ik met deze kerstlampjes langs mijn auto loop, erachter langs, dat je een soort silhouet krijgt met daarachter een cirkel van kleuren. En die 15 seconden kwam aardig uit, dan ben ik vanaf het begin tot het einde, ik heb niet zo'n grote auto, dus dat scheelt, ben ik precies van het begin tot het einde van mijn auto. En dan krijg je iets als dit. Ik heb toch de ISO naar 1250 gezet, omdat de straatverlichting van Drachten anders toch begon te storen op mijn foto. Je ziet waar de foto begon toen ik aan het slingeren was met de lampjes. Daarna ben ik uit beeld gelopen. Dus de rondjes gaan door buiten beeld. Verder zie je mooi de sterren op de achtergrond. Ik ben wel tevreden hierover. Je hoeft natuurlijk geen kerstversiering te gebruiken om dit soort foto's te maken. Je kan ook een zaklampje gebruiken of het lampje van je telefoon. Als het maar niet te veel licht geeft, want dan gaat het snel overheersen omdat je een lange sluitertijd hebt. En je hebt dus een statief en een camera nodig waar je bij de sluitertijd kan instellen. Meer heb je niet nodig. Mocht je naar aanleiding van deze video ook zo'n soort foto gemaakt hebben en je zet hem op Instagram, tag me dan even, @MauriceHamming. Dan kan ik kijken wat jullie gemaakt hebben. Ik ben heel benieuwd. Ik ga mijn spul weer inpakken en ik ga weer terug naar huis. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.